riep hoera, 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 hoera. Kijk, jij mag het eerst uitzoeken. Oh, wat lekker. Ja, ik doe hem op. Het voelt wel echt heel jarig inderdaad. Ja, en hoe jong ben je geworden? 28. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ik ben mevrouw Winkel. Dank u wel, mevrouw Winkel. Wat leuk dat u op mijn verjaardag bent gekomen. Ja. Yes. Ik ben nu 28 en ik vind mezelf al best wel oud. Maar hoe vierden jullie je verjaardag toen jullie 28 waren? Nou, toen had ik al 2 kinderen. Oh, en dus ja. Ik loop achter. Ik loop achter. Neem een lekkere punt. Lekkere taart. Oh! Gefeliciteerd met je verjaardag. Mevrouw Nimshagen, bedankt. Ben je ook weer een dagje? Ja. Ben je ook weer een dagje ouder? Ja, een jaartje ouder zelfs. Ja. Deze is van mevrouw Koopman die daar zit. Oh, bedankt. Ze vindt het zelf een beetje spannend, dus van harte gefeliciteerd. Bedankt. Ja. Lekkere zo, mevrouw Nimshagen. Ja. Hoe voelde u zich toen u 28 was? Ik kon mijn verjaardag nooit zeggen. U vierde het nooit? Nee. Oh. Brit, daar ga je. Lekker. En ben je blij dat je jarig bent? Ja. En hoe voel je je? Nou, ik vind elk jaartje dat je ouder wordt, ben je wel weer een jaartje wijzer. Zeker weten. Zo, hoe gaat het met de taart? Lekker. Ik vind het toch wel verdrietig om te horen dat u nooit een verjaardag had vroeger. Jammer. Maar welke datum bent u jarig? 19 april. Daar komen we allemaal op visite. Ja. Oh, leuk. Mag hoor. En denk maar dat ik kom hoor. Ja. Geweldig, geweldig. Geweldig. Nou, mooi. De verjaardag van mevrouw Nimshagen is ook meteen afgetikt. Tijd om het feest nu echt compleet te maken. Yay! Wat zou u van vinden als hier straks ineens allemaal ponies en geiten zouden loslopen? Oh, ze schitterend, hoor je het? Oh, ze komt alle geiten hier in de kamer. En mijn geiten, ja. En jij moet het ook vegen. Oh. Ja, je moet er wel een emmertje achterhouden als ze lopen. Het is vandaag jarig. En we krijgen geiten. Ik ga het halen. Jullie kunnen niet hoeveel? Meer... Ja, jullie kunnen niet meer lang wachten, denk ik. Geniaal dit. Oké, gooi die veewagen maar open. Hebben ze ooit al deze dieren hier gehad, geiten en ponies? Nee, nee, nee. Wel lammetjes. Lammetjes, hè? Ja. En schapen. Ja. Oh. Maar geen geiten of ponies. Ja, dit is heel uniek. Oké, jullie gaan... Ah, daar zijn ze. Oh. Eentje, goed vasthouden. Oké. Laat mevrouw Nipshagen. Oh nee, ze worden wild. Oh. Ja. Wat een jammer. Kijk, deze zijn het heel erg gewend om lekker bij mensen te zijn. Dus ze vinden het heel gezellig om geaaid te worden. Ja, ik vind het goed. Oh, bent u bang? Oh. Ja, geiten, scheiters en bange scheiters. Het loopt lekker door elkaar zo. Leuk, hè? Ja. Ja. Kijk, deze zijn het heel erg gewend om met mensen te zijn. Ja. Oh, kijk. Ja, wel. Oh, niet vallen, hè? Niet vallen. Mevrouw Nipshagen, u gaat nu zonder rollator. Dit is wel iets te uitdagend. Oh, lieve. Wat bij de benen? Stapje naar voren. Gaat u mee naar huis nemen? Nee, hij mag alleen even bij de kamer slapen. Jan, heeft u mevrouw Nipshagen gezien? Ja, die is onderweg. Die is aan het overwegen of ze een pony wil houden. Wat? Kijk nou. Kijk eens. Kijk eens. Nee, nee. We doen voorzichtig. We zijn met z'n tweeën. Kijk. Dat... Ja. Nou, zeg, dat is lief. Nee. Mooi, hè? Schitterend, hè? Zit hij op mijn kamer? Ik moet er even over nadenken, hoor. Dat kan je nou niet zomaar zeggen. Om te zeggen, nou, ik wil een pony of zo, of dit. Moet ik even nadenken. Kijk opent je ogen. Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.